Hey, mijn naam is Joris en we zijn aanbeland in de tweede testdag, de vrijdag in Bahrein. Nog steeds voor ons ter plaatse is daar Aaron Dekkers, reporter voor Racing News 365. En als het goed is zien jullie Aaron zo hier, kijk, op het scherm. Aaron, gisteren spraken we elkaar in overgroot zonnetje stond je daar. Nu lijkt het toch een beetje bewolkt te zijn. Heeft het ook invloed op de trackcondities wat je al gemerkt hebt? De achtergrond is inderdaad iets beter dan gisteren, maar net wat je zegt, het zonnetje is weg. En de race heeft helaas nog niet zo heel veel invloed hier voor de coureurs, voor de baanomstandigheden. In de ochtend stond er namelijk wel een stralend zonnetje, waardoor de temperatuur eigenlijk in de ochtend al meteen ontzettend hoog was. Ja, dat betekent dat de teams vooral data gaan verzamelen. Verschillende rijhoogtes probeert men bijvoorbeeld uit, verschillende afstellingen, verschillende settings, zo kan ik het beter zeggen. Maar echt de snelheid, nee, de snelheid die zien we hier nog niet terug. Dat zal pas morgenmiddag zijn, dat is althans de verwachting. Dan verwachten we dat de teams nog een keertje goed ervoor gaan zitten en de coureurs dus eventjes het gaspedaal goed in kunnen duwen. En dan kunnen we hopelijk wat vergelijkingsmateriaal gaan zien, want volgende week staan natuurlijk al de eerste Grand Prix hier op het programma. Maar de testochtend was al vrij snel voorbij voor Williams-coureur Nicolas Latifi, want zijn auto vatte namelijk vlam, moest hem aan de kant zetten en het zorgde voor een lange tijd voor een rode vlag. Is er al iets meer duidelijk over eventuele schade en wat er precies gebeurde bij Latifi? Ja, dat klopt. Die vlammen die zagen er inderdaad spectaculair uit. Dat zien we niet heel vaak meer terug in de hedendaagse Formule 1. Ik weet nog dat Tom Coronel vroeger cijfers gaf aan hoe de blow-up van de motor was, zeg maar, als de motor kapot ging. Dus misschien moet je maandag in de podcast even vragen wat hij van deze vlam vond. Gelukkig bracht de vlam niet veel problemen. Daarna zag je natuurlijk nog wel de Marshall die de brand probeerde te blussen. Die kreeg nog wel eventjes die pluim van wolken zag je nog wel komen. Maar het viel gelukkig mee. Williams laat weten dat de schade minder erg is dan dat het eruit zag. Dus dat is ook een goed teken. Dat zal betekenen dat Williams ook in deze middag gewoon weer een ronde kan gaan rijden. Belangrijk voor ze. Gisteren hebben we natuurlijk nog over Williams gesproken. Het gaat er eigenlijk best goed. Dus laten we hopen dat we ze vanmiddag gewoon terugzien op de baan. Dan was het eigenlijk ook niet een hele lekkere ochtend voor onder andere Aston Martin. Want Vettel die moest zijn auto, die zette zijn auto uiteindelijk op een verlaat stukje van het circuit. Haas liet ook al weten dat ze de ochtendsessie niet af konden maken met problemen met de uitlating. Wat voor grote gevolgen kan misschien 1 of 2 uur missen van zo'n sessie uiteindelijk hebben voor misschien naar de eerste Grand Prix of de rest van het seizoen? Nou, terwijl hier een helikopter overkomt, hoop ik dat je me toch nog steeds goed kunt horen. Ja, nee, het is natuurlijk nooit fijn om tracktijd te missen. Vorige week was dat natuurlijk ook bij Red Bull het geval. In Barcelona, of 2 weken terug, is het inmiddels alweer. Ja, het is altijd slecht natuurlijk om tracktijd te verliezen. Ik bedoel, er zijn al heel weinig testdagen in deze hedendaagse Formule 1. Dus wat dat betreft is het onwijs belangrijk om de ronde te maken. Het scheelt natuurlijk wel dat ze ook de simulatoren thuis hebben staan in de fabrieken. Waardoor ook al heel veel data wordt binnengehaald. Maar de echte data, ja, die is toch heel belangrijk. Dus zeker voor Aston Martin, ja, is het toch alweer een dure misser. Uiteindelijk was het probleem snel verholpen voor Vettel. Maar toen kwam er natuurlijk nog een rode vlag situatie die gecreëerd werd door de FIA, zeg maar, om juist te gaan kijken van of alles goed werkt op het circuit. Dus wat dat betreft zien we ook Aston Martin gewoon weer terug in de middag. Het is nog eventjes de vraag of we ook nog Haas gaan zien. Ook zij hadden natuurlijk weer wat problemen. Daardoor heeft Mick Schumacher ook vandaag weer niet heel veel ronden kunnen rijden. Gisteren was natuurlijk ook Mercedes het onderwerp van de dag. Dat ging voornamelijk over de nieuwe W13 met een hele revolutionaire manier hoe ze de sidepods hebben weggewerkt. Weten we inmiddels al iets meer over de eventuele legaliteit daarvan in combinatie met die achteruitkijkspiegels /vleugeltjes? Ja, nee, goede vraag. Het klopt inderdaad dat ook Mattia Binotto, de teambaas van Ferrari, die haalde het gisteren in de mediasessie ook al aan. Ook terug te lezen natuurlijk op onze site, van dat hij ook dacht van hey, die achteruitkijkspiegel, dat kan eigenlijk niet. Want het is eigenlijk de afspraak dat men die niet in een aerodynamisch voordeel gebruikt. Nou, dat lijkt het op dit moment wel te zijn. Dus daar is wat discussie over. Maar voor nu is het niet dat iemand het heel hard uithaalt en zegt van nou, dit is heel illegaal. Dus wat dat betreft ziet het er voor Mercedes heel goed uit. En is het natuurlijk ook knap werk wat men heeft afgeleverd. Want ja, in principe heeft men 2 auto's gereed gemaakt in deze winter. En dat is toch wel heel knap werk. Het is nu de vraag, zoals we gisteren ook al hebben gezegd, van ja, gaan ze nu ook daadwerkelijk heel veel sneller zijn? Dat is nog maar de vraag. Of dit ook een snellere oplossing is, ja, dat zal hopelijk dus morgenmiddag al een beetje duidelijk gaan worden. Dan zijn er ook verschillende teams, waaronder Red Bull, die ook al gebruik maken van de zogenaamde pitstop practice. Persoonlijk moet ik zeggen, het ziet er nog allemaal een beetje moeizaam uit. Denk je dat we komend seizoen ook weer pitstop rond die 2,5 seconden gaan zien? Of worden die echt wel beduidend langzamer dan afgelopen seizoen?
Nou ja, door de nieuwe regels van vorig jaar die natuurlijk zijn ingevoerd, zullen ze inderdaad iets langzamer zijn. Ik verwacht niet dat de grotere wielen zeg maar meer problemen gaan brengen voor de mannen in de pitstraat. Ik bedoel, die zijn zo goed getraind. En net wat je zegt, ze blijven ook constant trainen, ook nu weer. Ik bedoel, ze doen dit al zo vaak. Maar je ziet bij teams altijd voorafgaande aan Grand Prix of tijdens Grand Prix weekend of nu tijdens de testdagen telkens weer... Gaan ze oefeningen uitvoeren. Telkens gaan ze het weer oefenen. Omdat ze natuurlijk weten van ja, de meer herhaling dat je doet, dat makkelijker het wordt als je onder spanning staat tijdens de race. Dus ik verwacht daar geen enkel probleem op zich bij de teams. Dat is inmiddels zo goed geleerd. Vanuit vroeger uit is dat zo duidelijk geworden dat het belangrijk is om de pitstop goed te doen. Dat ongetwijfeld dit jaar ook weer goed zal gaan. Ik haalde net al heel even Red Bull aan. Gisteren heeft Red Bull een ontzettend productieve dag gehad met Perez. Volgens mij 138 rondes zo uit mijn hoofd. Wat voor invloed gaat zoveel data hebben op de trainingsdag en op de testdag van Verstappen vandaag? Ja, nee, net wat je zegt. Het is natuurlijk heel belangrijk voor de jongens om veel ronden te maken voor het team. Ja, vandaag zag je ook weer Max Verstappen zit in de auto. Alles gaat meteen lekker bij Red Bull. Ze kunnen lekker veel ronden maken, veel data binnenhalen. Dus ja, eigenlijk loopt alles daar wel prima. En dat geldt eigenlijk voor alle topteams. Zowel Ferrari, Mercedes, ja, McLaren. Die mogen we inderdaad eigenlijk ook wel meetellen, vind ik. Ja, alles lijkt eigenlijk wel super te lopen. Al moeten we inderdaad wel zeggen dat bij McLaren natuurlijk Daniel Ricciardo, die is nog ziek. Hij heeft geen COVID, dat liet het team vanochtend weten. Maar hij zal dus ook vandaag niet in actie komen. Nou, vorig jaar was het woord van het jaar track limits, mede door die eerste Grand Prix in Bahrein met de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ik denk dat we ook al een goede nominatie hebben voor het woord van komend jaar, dat is namelijk purposing. En op de een of andere manier lijken de paar teams, bijna alle, een niet echt grip erop te kunnen krijgen. Heb jij misschien al vanuit de pitstraat zelf kunnen zien welke teams hier misschien meer of minder last van hebben? Ja, klopt. Ik denk inderdaad ook dat dat het woord gaat worden. Want nu na de testdagen in Barcelona, waar het natuurlijk al heel erg opviel. Vooral bij Ferrari kwamen er wat beelden naar voren. Dat kon je toch duidelijk zien dat die wagen maar blijft stuiteren daar op het rechte stuk. Nou, dat doet hij hier ook. Want net wat je zegt, gisteren stond ik in de pitstraat. Dan kun je goed op het rechte stuk natuurlijk kijken. En daar zag je inderdaad ook dat Ferrari er toch wel heel veel last mee heeft. Die zie je echt best wel behoorlijk stuiteren. Mercedes vind ik bijvoorbeeld wel meevallen. En in vergelijking met de andere teams vind ik sowieso dat Ferrari er toch wel het meest bij uitspringt. En dat is natuurlijk niet positief. Want je loopt natuurlijk een grote kans dat er iets afbreekt aan je wagen. Zeker aan de vloer. Dat hebben we ook in Barcelona gezien waar Haas en Alfa Romeo er bijvoorbeeld problemen mee hadden. Dus ik ben benieuwd van welk team dat nou het snelst op orde gaat krijgen. Wat ik zeg, ik vind het bij Red Bull, Mercedes eigenlijk wel meevallen. Behalve als je in de cockpit view kijkt. En dat is natuurlijk ook voor jullie als toeschouwers. Iedereen kan het natuurlijk goed zien op de beelden. Daar zie je echt dat de coureur gaat helemaal op en neer. Met de helm zie je helemaal op en neer gaan. Dus wat dat betreft is het wel interessant om daar met de coureurs dus over te spreken. Van hoe zij dit nu voelen. Dat gaan we de komende dagen ook zeker doen. Ja, en wat gaat daar voor de oplossing worden? Want is het inderdaad zo dat wanneer je er de oplossing voor vindt, dat je langzamer wordt? Dat zou op zich wel een automatisch gevolg zijn. Dus wat dat betreft is het zeker interessant om te zien wat Ferrari daarmee gaat doen. Want ze lijken nu een goede pace te hebben. Ja, gaat dit ze dan weer naar achter trekken? Dat zou wel een groot probleem zijn voor de Italianen. Nou, dan nog even een heel kleine vooruitblik naar zaterdag. De laatste testdag in Bahrein. Je haalde het in het begin van het gesprek het al even aan. Je verwachting is dus dat we dan misschien iets meer van de race simulaties af gaan stappen. En dat we ook misschien iets meer gaan stampen. Dus echt even die snelle rondes gaan zien. Ja, dat is inderdaad wel de verwachting. Dat werd vorig jaar ook door de teams gedaan. En ik verwacht dat men dat ook dit jaar zal doen. Of men echt helemaal voluit zal gaan, dat weten we pas op de zaterdag van de Grand Prix natuurlijk. Dan kunnen we de verschillen opmaken. Maar uiteindelijk denk ik inderdaad wel van je moet toch ergens een keer gaan proberen om ook die wagen goed te zien onder de heel snelle tijden. Wanneer je het maximale uit die auto probeert te halen. Dus daar is de verwachting inderdaad wel dat we morgen wat meer vergelijkingsmateriaal gaan krijgen. En natuurlijk is het ook interessant voor de fans. Ja, om eindelijk eens een keertje te zien hoe deze nieuwe wagens nu gaan, wanneer de coureur ze echt pusht. Aaron, ik wil je weer bedanken voor deze bijdrage vanuit Bahrein. Laten we gewoon afspreken dat we in ieder geval, als je je abonneert op dit YouTube-kanaal, dat je morgen weer een update krijgt van Aaron. Aaron, ik bedank je weer en laten we elkaar morgen gewoon weer spreken. Zie jullie, doei doei. Nou, en ook tot zover deze video. Heb jij misschien nog vragen voor Aaron of zijn er andere dingen die je wil weten? Laat het hier gewoon weten, beneden weten in de comments. Vergeet je niet te abonneren. Ik bedank je voor het kijken en hopelijk zie ik snel weer bij een video van Racing News 365.